Ik ga het vandaag met jullie hebben over Louis Paul Boon. Boon leefde van 1912 tot 1979 en behoorde tot de grote vijf naoorlogse schrijvers. Hij was redacteur voor een communistisch blad en had dan ook radicaal linkse opvattingen. Hij had een grote afkeer van de katholieke kerk en zijn boeken werden dan tot ook tot in 1960 geweerd uit katholieke bibliotheken. Belangrijke kenmerken van zijn werken zijn de pessimistische ondertoon en zijn nadruk op seksualiteit. Een van zijn belangrijke werken is Mijn Kleine Oorlog. In Mijn Kleine Oorlog staat, is het centrale thema de tegenstellingen tussen de grote heren en de kleine man die altijd de dupe is. De ondertoon van de roman is cynisch, zwart, pessimistisch en bitterheid. Een ander belangrijk werk van Boon is De Kapellekensbaan. De Kapellekensbaan bestaat uit veel kleine paragrafen met elk een eigen titel. De paragrafen zijn afwisselend cursief en Romein. En het zijn dan ook twee aparte verhalen. Het cursieve stuk is een historisch roman over het proletariaat van Aalst, waarin de moeizame opgang van het socialisme aan het licht komt en de ondergang van de burgerij die Tweede Oorlog heeft meegemaakt. De hoofdpersoon van het Romeinenstuk is de schrijver Boontje en hij is dan ook de schrijver van het cursieve deel. Je volgt hem terwijl hij geholpen wordt door verschillende andere personages bij het schrijven van het cursieve stuk. De Kapellekensbaan is een tweeluik met Zomer te Termuren. Nog een ander belangrijk werk van Boon is Menuet. Menuet gaat over een driehoeksverhouding tussen een man, zijn vrouw en het dienstmeisje. Dit verhaal wordt echter drie keer verteld van elk van de betrokkenen. Wat ook nog bijzonder is aan Menuet, zijn de krantenknipsels die aan de bovenkant van pagina's staan. Hierop staan gruwelijke zaken over moord en verkrachting die de man uit het verhaal heeft verzameld. Ze laten zien tot welke daden de menselijke drift en dan vooral de seksuele kunnen leiden. Dit was Louis Paul Boon.